schrijver worden. Dat is maar één probleem, ik kan niet schrijven. En ik heb werkelijk heel veel geschreven. En dat ook heel hard geprobeerd. Dus ik ben al mijn teksten gaan omzetten in beeldverhaal. Allemaal in tekeningen. En zodat ik niet kan schrijven, zijn het ook allemaal beeldverhaal zonder tekst. Dat lijkt mij het meest logisch. Je kiest een bepaald materiaal, om welke reden dan ook. Dan maak je daarmee een ander soort werk dan als je een ander materiaal neemt. Bijvoorbeeld, als je een traditioneel schilder kunt, zou je kunnen zeggen, gebruik mijn acryl op dezelfde reden of op dezelfde manier als olieverf. Ik kan nooit een schilderij in acryl op dezelfde manier maken als dat ik ze zou in olieverf maken. Of in dit geval in lak. Ik bedoel, hangt het aan de muur, heeft een bepaald systeem, dan noem je dat een schilderij. Maar neem ditzelfde ding en leg het op de vloer, heb je een sculptuur. Maar natuurlijk pas je het niet op die manier toe, want anders heb je een schilderij dat op de grond ligt. Dus als ik op de grond of 3D iets moet doen, dan kies ik een ander materiaal of ik pas het materiaal anders toe. Waardoor je dus lijkt alsof je een enorme diversiteit krijgt, wat in zekere zin wel is. Maar het is in wezen allemaal hetzelfde.